Dag mevrouw Moorman, ik heb u genomineerd voor leerkracht van het jaar 2017 en ja, ik heb dat natuurlijk voor enkele redenen gedaan. Vroeger, tijdens de Nederlandse lessen, moesten we zo af en toe een presentatie geven. Of zelfs in de basisschool was ik al zeer slecht om voor in de klas te spreken. Ik aarzelde de hele tijd, net zoals ik nu zit te aarzelen. Ik stotterde altijd. Ik vond het gewoon niet leuk om voor een groot publiek te spreken. Dat is altijd een heel groot probleem voor mij. En toen vroeg u of ik samen wou co-teachen met u. Wat ik zeer interessant vond en zeer leuk. En toen had ik meteen ja gezegd. En toen stuurde jij mij die mail. Na die ene les dat ik had gecoacht voor de paasvakantie, had u mij gestuurd dat ik het zeer goed had gedaan. Dat gaf me een zeer warm gevoel van binnen eigenlijk. Ik was zeer blij. Ik had mijn vader al recht die mail getoond. Ja, ik zei tegen hem, ik ben goed in iets. Mijn leerkracht heeft mijn mail gestuurd. Mevrouw Moorman, u bent een van de eerste, eigenlijk de eerste leerkracht die tegen mij heeft gezegd dat ik talent in iets heb. Het is gewoon een heel goed gevoel als iemand iets in u ziet waar je goed in bent. En dat was u. U was die persoon voor mij.